Hallo, hallo. Ik ben er weer eventjes. Na een echt superleuk avondje met het kantoorteam van Kimia, had Fem ook nog dit leuke pakketje mee. Ik krijg niet alles heel in beeld, maar ik laat het allemaal even zien. En ik dacht, ik laat maar meteen live gaan. Ik heb helaas geen lintjes, want daar hadden ze gisteren geen tijd meer voor. Om alles bij elkaar te zoeken. Maar jullie weten vast wel dat dat altijd weer helemaal goed zit. En dat Femke daar weer de mooiste lintjes bij uit gaat zoeken. Dus helaas. Hey Yvonne. Ik zie Sandra. En ik weet, iedereen is druk op zaterdag. En dat geeft toch niet. Ook al heb ik bijna geen kijkers. Je kan het filmpje terugkijken. Maar de meeste mensen vinden het toch fijn om even het papier goed te... bij gewoon een liveje te kunnen zien. En er zijn drie lijnen. Ik begin met, nou, ik noem het maar de mannenlijf. De mannenlijn. Age of Technology. Mooie donkere kleuren. Oh ja, en voordat ik het vergeet, elk pakket heeft, of pakket, elke lijn heeft 1515. 2020, of tenminste 20,3 eigenlijk helemaal officieel. A4. Een losvel met die-cuts die je uit kan knippen. En een 30,5 pakket. Het staat allemaal al in onze webwinkel. Maar dit is eigenlijk standaard voor elke lijn. Dus voor ieder wel wat wilt. Maak je layouts, pak je de grote. Maak je alleen kaartjes, pak je het kleine blokje. En ik vind deze twee, de 20 en de A4, zijn ideaal voor mini-albums. Je weet nooit van tevoren, tenminste ik niet, wat ik ga maken en hoe groot. En die passen bijna altijd wel. En anders wijk ik nog uit naar de hele grote. Maar ik vind dat heel fijn met deze lijnen. Dus we hebben de drie. Age of Technology. Creative Reverie. En Hummingbird, moet ik zeggen, Song. Dus... keuze voor ieder eigenlijk. Deze heeft een beetje weg van voorjaar, Pasen, denk ik, eieren. Laat ik zo zien. Ik pak de grote vellen, zodat jullie goed kunnen zien. Maar ga er dan wel vanuit dat als je de kleinere blokken neemt, dat de afbeeldingen natuurlijk ook kleiner zijn. Dus laat alles even zien. Ik begin met de mannenlijn. Nou, ik liet hem al even in beeld zien. Die-cut vel. Stoer, dus als je gek bent op mannenkaarten of vind je het juist moeilijk, dan is zo'n vel ideaal. Dus die kun je losbestellen. En dan pak ik deze er even bij. Kijken. Voorzichtig openen, want ik knip het straks ook weer in. Andersom. Zo. Ben ik zo'n beetje in beeld recht en alles? Ja, hè? Zo. Oké. Ook op de voorkant, waarvan je meestal weg gaat gooien, moet je dus niet doen, want daar zitten ook nog die-cuts. En je ziet, het zijn echt stoere kleuren, mannenkleuren, maar ook stoere afbeeldingen. In dit geval een beetje vintage auto's, vintage krantenknipsels, of hoe je het ook wil noemen. En hoe gaaf is dit om dit natuurlijk met bronzen artikelen of iets dergelijks te combineren. Zelfs de vlinder, waarvan je zou zeggen, dat is niet mannelijk, maar die is heel stoer gemaakt. Met gears en alles erin verwerkt. Dus niet vergeten, die zit altijd op de voorkant. Dan beginnen we met deze. Een locomotief. Ja, dit zijn natuurlijk prachtige afbeeldingen. Hè? Ik vind het ook heel leuk om dat in een stoere bloementoef te doen. Hè? Gewoon uitknippen
En ook donkere bloemen erbij te gebruiken, zodat je een heel ander soort bloementoef krijgt. Age of Technology heet deze lijn. Hele mooie kleur blauw. Roep gerust wat je ervan vindt. Ja, Ellie, er komt heel veel moois uit, hè? Ik liet vanochtend al even de nieuwe Mintee zien. Die wordt geleverd of leverd te bestellen vanaf half februari. Nou ja, weet je, voordat je met je oog knippert, is het al half februari. Dus ook dat zit er weer aan te komen. Maar goed, deze zijn net binnen, dus we beginnen eerst maar met deze. Dit is al een hele mooie. En hier hebben we een oude auto met een soort tekeningen op de achtergrond. Hele stoere lampen die momenteel wel heel hot zijn. Ik kan het weten, want wij zijn nog steeds op zoek naar een mooie lamp voor boven de salontafel. Dus ik zie van alles voorbij komen. Kijk, dit is dan weer een wat rustiger vel. Ik zal hem ietsje lager doen. En ik blijf even scrollen, zodat er vragen zijn. Is dit ook voor jou smaak, Yvonne? Ik ben niet zo van de mannenkaarten, maar dit vind ik wel echt een hele mooie lijn. Kijk, en dan hebben we weer een hele mooie blauw. Ja, mooie combinatie, hè? Dat warme blauw met bruin, zwart. En dan toch nog even dat geel er doorheen. Ik vind dat wel heel knap gedaan, moet ik zeggen. Ja, echt een stoere lijn, inderdaad. Ja. En de achterkant. Kijk, hout. Ja, dat hoort natuurlijk bij een mannenlijn, hout. Ik hoef niet zo te wapperen omhoog. Ik kan het natuurlijk zo doen. Dit is dan geen blauwe, een beetje groen. Houtkleur. Nou kijk, dit is toch wel echt wel mijn ding. En dat vind ik niet eens echt altijd voor mannenkaarten. Ik vind het ook heel leuk voor een album. Dus een beetje roestkleur, zeg maar. En ook die blauwe tinten komen hier weer in terug. De gears verkopen wij ook in brons. Dus past natuurlijk perfect. En nou, ik zou bijna zeggen een klok, maar dat is niet zo. Ik denk een binnenwerk van iets. Ik ben niet zo technisch. Maar hoe mooi. En ook hier weer het groen in terug, maar toch ook weer vlekjes met blauw. Als je het goed kan zien. En de teksten natuurlijk, dat vind ik altijd wel heel gaaf. Nou, en de laatste volgens mij alweer. Oh nee, nee, ik ben het toch. Komt er nog eens zo. Ook hier weer hele volkstammen met gear, zeg maar. En hier heb je dat stoere ding weer. Mooi, hè? En dan hier zie je dat er toch al een klok een beetje ertussen. En de achterkant. Ja, een soort tekening of zo. Kijk wat er allemaal op staat. Nou, dat is niet te lezen. Maar dit is geen zwart en ook geen antracietgrijs. En er zitten wat bruine strepen in. Maar alles bij elkaar is wel erg een heel mooi geheel. En dan hebben we hier nog. Lijkt op een zeppelin. Ik probeer even een klein beetje kleuren goed te krijgen. En op de achterkant hebben we dan weer een beetje groen. Dus alle kleuren komen steeds weer terug. En dat is wel heel mooi. Nee, precies. Dit is heel neutraal. Of ja, het is heel neutraal. Dat lieg ik ook. Ik bedoel, het is voor mannen. Maar het is ook voor een stoer album. Als je zegt van, ik heb nog een paar leuke foto's. En die mogen best wel een beetje stoer overkomen. En weet je, als je het mat met die blauwe tinten. Dan wordt het al zachter. Hè? Als je deze blauwe tint. En je foto's mat je op een beetje dat de cardstock in die kleur blauw. Ik denk dat het echt gaaf is. En ik heb zo'n vermoeden dat binnen ons team dit wel een lijn is voor Martine. Zo'n gevoel heb ik maar. Ik weet niet. Ze kijkt niet, maar wie weet kijkt ze het nog terug. En horen we dat nog van haar. Ik denk dat die dat wel heel erg leuk vindt. En dag Ingrid. En misschien Sandra ook nog wel. Dit is dus Age of Technology. Ik zal ze straks weer inpakken. En nogmaals, helaas geen lintjes. Maar die worden zeker gemaakt. Dus wil je die erbij, dan kun je dat, als je het nu al wil bestellen, kun je dat bij opmerkingen, kun je het erbij vragen. Even kijken. Deze hoort erbij en deze hoort erbij. Ik zag ook dat deze meegeleverd was. Ik denk dat dit er gewoon een neutraal vel is, maar hij past wel heel goed bij, hoe heet die ook alweer, Creative Reverie. Dus die wil ik toch even laten zien. En ja, zoals jullie al weten, ik heb in de winterlijn heb ik ook dit die-cut vel heel veel gebruikt. En dat vind ik zo geweldig werken.
Je kan als je een keer op een avondje geen zin hebt om te knutselen, je neemt het vel mee naar beneden, je neemt je schaartje mee, een bakje en je gaat lekker knippen. Het mooiste is om een heel klein wit randje eromheen te knippen. En je hebt gewoon alvast alles uitgeknipt. En als je dan toch een keer zin hebt om te vreubelen, kun je zo aan de slag. Dus deze hoort wel bij die lijn. En hier hebben we wat kaartjes. Project Live kaartjes worden ze wel genoemd. Maar heel erg leuk om hier ook natuurlijk je teksten op te doen. En de achterkant is ook bewerkt. Beetje grijs crème, een moeilijk kleurtje. 2020, die past door de brievenbus, maar 30 niet. Nee, 15-30 hebben we niet. Die zitten niet tussen. Dus het is of 15 bij 15. Ik zal het nog even laten zien. Ik mis nog mijn 30. Zo. En we hebben een blok van 15-15. En een blok van 20-20. Die past ook door de brievenbus. A4 past ook gewoon door de brievenbus. Maar deze niet. Dit is echt pakketpost. Kijk, dit vel dan. Ik ben al verliefd. Ik ben ook bang dat Femke niet alles terugkrijgt. Deze vind ik echt wel tof. Weet je, vroeger had ik echt een antipathie tegen paars. Maar de laatste jaren ben ik daar helemaal op teruggekomen. Maar kijk nou hoe gaaf die plaatjes zijn. Ja, kom erop met die hartjes, want het is echt super gaaf. Mooi hè? Een boek. Echt het voorjaarsgevoel. Hyacinten in een mooie gieter. Nou ja, wat een viool ermee te maken heeft, weet ik niet. Maar is gewoon erg leuk. Tof. Gewoon tof. Klaar. Nou, ik pak weer de grote vellen. Dan hebben jullie een beter idee. En wat ik ook al eerder zei. De 30 vellen hebben natuurlijk een wat grotere plaatje, zeg maar. En opdrukken als de kleinere vellen. Dus daar moet je dan even doorheen kijken. Nou, hier op de achterkant zit natuurlijk ook weer allemaal knipsels. Kijk dan. Ja, kom maar op met die hartjes. Yeah. Dan weet Fem wat dat ze meer moet bestellen. Oké, Elmo, daar zijn we voor. Daarom kom ik live. Daar kun je dit soort vragen stellen. Gewoon doen en probeer mee te lezen. Dus mocht ik niet reageren, gooi hem dan gewoon nog weer erin. Ja, inderdaad. Deze, ik denk dat dit een vervolg is van de springbusting. Klopt. Maar deze is toch net even... De groen is wat zachter. De paars is wat harder, maar dat kan heel goed, vind ik. Heel veel vlinders. Even dichtbij. Leuke plaatjes om weer uit te knippen. Ik zie dit al heel leuk op een pergamijnzakje om even in Kimia-taal te praten. Leuk erin te schuiven. Je kan eventueel een tekst op achterkant doen. Als je hem twee keer uitsnijdt en dan ook op wit bijvoorbeeld. Vlinders. Dit is wel een heel gepriegel om uit te knippen. Maar ik zou het toch doen, want het is net een kantje. Als je, nou ja, kantje, een groot breed kant. Maar zijkant van een mooi album zie ik dat al helemaal voor me. Dus ook deze, het voorkantje, niet weggooien. Oh, zo, kwijlbakje. Kijk nou. Sorry dat ik me laat gaan, maar het is zoals het is. Dit is de Creative Reverie. Ja, vlinders is natuurlijk ook een dingetje. Hè? En kijk dan hier, een klein labeltje hangt eraan. Hoe leuk om daar een klein tekstje van Tim Holtz bijvoorbeeld op te plakken. Hier een heel mooi tafereeltje. En dit is ook toch wel een hele mooie lijn voor albums. Kun je mooi uitsnijden. En weet je wat ook leuk is? Dan moet je even de vlinder wegdenken. Als je een deel van die boeken bijvoorbeeld openknipt, schuif je een label achter. Dan is het net of staan die boeken zo voor die label. Het zijn maar van die kleine dingetjes die het heel leuk maken. Nou, Beethoven doet ook mee, zie ik. Symphony in C minor. Ik hou altijd heel erg van muzieknotenpapier. Dus dit is echt helemaal mijn dingetje. Nou, kijk. Ja, weet je, eigenlijk moet je het ook allemaal bij elkaar zien. Maar ja, kijk hoe gaaf dat allemaal is. Zelfs dat donkere past gewoon perfect. Viooltjes, wat zijn dit? Help me zeggen. Ik ben niet zo goed in bloemen. Leuk uitknippen. Als je dit vel tenminste te groot vindt. Maak je layouts, dan moet je anders denken. Dat kan ik niet, want dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan.
Maar ik zie ze, dit is al helemaal uitgeknipt natuurlijk, op mijn werk gewerkt. Dit is eigenlijk ook wel een heel mooi velletje om op te matten. Hele mooie donkerdiep paars. Dan hebben we de zachtere tint groen. Hele grote touffe aan de bovenkant. Kijk dit dan. Oh, sorry, ik moet een beetje lager. Maar ik wil dat zo graag in beeld. Kijk, ook weer een heel leuk soort kantje. En wat ze dit dan nog wel noemen, het script. Ja, ik vind het ook heel erg leuk om hier een label van te maken. Om die ertussen te schuiven. Heel veel bloemen aan de onderkant. Hier ook leuk om een persoonlijke tekst op te schrijven. Kleine vlindertjes. En de achterkant is blauw. Aquablauw. Ik weet niet hoe ik dit moet noemen, maar gooi hem erin. Nee, de Craft of Clock is echt wel een blijvertje. Ik vind op het moment een van mijn favoriete buitenlandse merken. Op prima marketing na. Die vind ik ook natuurlijk wel erg leuk. Maar ik vind deze toch echt wel heel bijzonder. Dan hebben we deze. Bloementoeven komen eigenlijk overal weer in terug. Mooi, hè? En de achterkant is een deel uit een woordenboek of iets, maar dan op zijn Engels. Dit is ook weer heel stoer, eigenlijk bij die Age of Technology. Het is natuurlijk een andere tint, maar zo zie je maar weer dat dat heel goed combineert, ook met romantisch. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk ook een vel. Het zou eigenlijk een dijkuitvel moeten zijn, want kijk eens hoe mooi die kleine bloemetjes zijn. Mooi, hè? Anemoontjes, ja, dat zou eigenlijk ook nog wel eens kunnen. Oh, ga je er vandoor? Jammer. Dag Yvonne. Fijne dag nog. Doeg, doeg. Leuk. Heel leuk uit te knippen. En de achterkant, dat is dan weer iets feller groen. Ook heel goed om te matten. En dan heb ik hier alweer de laatste. Nou kijk, dit is echt zo'n vel voor mensen die layouts maken. Dan heb je al een hele mooie basis. Ik zou bijvoorbeeld dit nog een keer, nog een pakket kopen. En dit nog een keer uitknippen, zodat je een beetje 3D effect hebt. Maar goed, ik ben echt niet de layout mens, zeg maar. En Mozart komt ook nog een keer in beeld hier. Ook best een stoer vel. Ja, echt heel super gaaf. Dat was Creative Reverie. Zo. En dan hebben we... Jij moet even naar die kant. Had ik deze al laten zien, maar die zie ik er ineens tussen. Die is ook van de Age of Technology. Kijk, dat is nog fel met allemaal losse plaatjes. Ook leuk, hè? Ik zie hem ineens ertussen. Dus die had ik even over het hoofd gezien. En dan hebben we de laatste. Hummingbird Song. Ook weer klein blokje. 2020 A4. En de grote hieronder. En ook daar horen vellen bij met plaatjes. Ik zal hem iets lager houden. Je ziet het, heeft een beetje weg van voorjaar. Je kan hem als paarse gebruiken. Hier zit zelfs een klein beetje roze in verwerkt. Erg mooi, heel subtiel. En hier heb je, ik zal hem lager leggen, dan kun je het heel goed zien. Hele mooie ronding van allemaal zachte, ja, een beetje vintage kleurtjes. Roze, paars. En ook weer de muzieknoten erop verwerkt. Dit is dan weer zo'n vel, die zou je dan twee keer moeten kopen. Want die zijn los. Want het is zonde als je hierin knipt dat je daar een deel van kwijt bent. Dat zou ik dan weer doen. Nou, ook hier weer een diecutvel. Met ook wat plaatjes. En die veertjes zijn toch ook best wel heel grappig. Kijk. Dus ben je een persoon die toch één of twee paaskaartjes maakt. En is deze lijn ook heel erg mooi. Kijk. Heel veel veertjes. Maar ook weer leuke bloemen om uit te knippen. En die is aan de achterkant leeg. Maar zoals we weten hebben we natuurlijk ook... Hebben we ook aan de voorkant nog plaatjes die geknipt kunnen worden. Kijk. En dat is hier. Kijk, de klokken, ja. Dat is toch wel weer favoriet met klokjes. Vind ik toch erg leuk. Dienik is jouw favoriet? Ja, het is al te bestellen, Ingrid. Ik zal straks na de uitzending zal ik alle links nog even per lijn bestellen. En nogmaals, de lintjes kan ik helaas niet laten zien. Maar die pakketjes worden wel gemaakt. En wil je ze graag erbij?
Dan bij de bestelling kun je bij opmerkingen kun je dat even erbij vermelden. Dan wordt dat nog geregeld voor je. Dus die labels moet je kijken hoe gaaf die zijn. Toch prachtig. En het klinkt misschien heel raar, maar toch zijn deze ook heel mooi voor condoleancekaarten. Het is maar een tip. Nooit leuke kaarten, maar wel heel persoonlijk. Dan hebben we hier ook weer zachte tintjes crème. En hier zit dan weer een Birdy Birdy tafereeltje. Mooi, hè? En achterkant, ja, dit vind ik ook altijd heel mooi. Net of zijn het stukken bonnetjes die je bij de winkel hebt gehaald en dan van heel lang geleden. Ik zal hem even rond laten gaan. De eitjes. Kan je natuurlijk ook uitknippen, hè? En ben je met bloemetjes bezig, steek je er ook leuk tussen. Heel mooi vel. Hier hebben we de eitjes in een nestje. En ook muzieknoten weer. Het valt toch wel op dat dat heel geliefd is. Kijk, en ook deze zijn weer zo mooi. Dat zachte oud-roos, mag ik dat zo zeggen? Heel mooi. En hier ook weer muzieknoten, maar toch weer heel anders. Gewoon wat grover, maar toch heel subtiel weer. Heel gek is dat. Mooie. Voor de mensen die dat ontwerpen, vind ik dat ook wel heel goed gedaan. En de achterkant, nou dan zie je weer toch weer de mooie bloemen. Je hoeft ook niet lintjes, maar dat is even een dingetje voor de mensen die dit vaak wel meebestellen. En dan kan dat geregeld worden. En die komen later ook natuurlijk online. Deze nog. En je ziet echt, het is echt mooi gedaan met die fragmentjes met roze erin. Ik laat hem even een beetje zo voorbij komen. Dan kan je alles een beetje zien. En de achterkant. Nou, dan hebben we dit weer. Beetje zelfgetekende muzieknoten. Ook altijd wel leuk natuurlijk. En ook toch weer die soorten met bonnetjes die je bij de winkel krijgt. Maar die kleuren doen het gewoon goed, hè? Zachte tinten. Nou, voor de mensen van de layouts, kijk eens. Prachtig, toch? Hier hebben ze met blauw gewerkt. Heel mooi. En hier zie je toch op de achtergrond stukjes tekst. Heel lichtjes verwerkt. Op de achterkant. Vinden ze zijn toch wel heel gek van muzieknoten. Kijk, maar ook die swirls. Hoe mooi is dat? Ik vind het ook heel leuk om daar bijvoorbeeld een tekst bovenover te stempelen. En de laatste. Hele mooie rozen. Kijk. Niet te veel bewegen. Hier ook een mooie hoek. En dan hebben we de grote klok nog. Mooi is die? Maar dat is ook echt weer van de layouts. Maar toch, als je met boekjes werkt en je gebruikt een deel, kan ook heel goed. Of alleen dit bijvoorbeeld. En op de achtergrond zie je ook hier weer muzieknoten. Nou, die hadden we al. Dus dat was Hummingbird Song. Nou, ik ben er alweer doorheen. Sorry, ik kan niks meer laten zien. Ik lag wel aan het papier vast. Niet doen. Ik hoop dat jullie toch een beetje een beeld hebben gekregen hoe deze lijn eruit ziet. En ik zal straks even de links er nogmaals inzetten. Zijn al te bestellen, want ze zijn binnen. En ja, maak een keuze of maak geen keuze en koop ze alle drie. Want het is ook nog een lijn die helemaal niet duur is. Stevig papier vind ik altijd van Craft of Lock. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Ja, wie weet ben ik binnenkort weer eens even heel plotseling zomaar spontaan live. Ik weet het niet. Maar ik ga nou weer snel aan de slag, want er is weer een hoop te doen. De doedagen zijn in april, maar ja, er is hoop werk. Dus ik ga eens even bedenken wat ik daarvoor ga verzinnen. Voor nu wens ik iedereen nog een heel fijn weekend. Maak er wat leuks van. Geniet van het weer, want het is hier prachtig. En nou, tot de volgende keer. Bye bye.